Hey iedereen, welkom bij Buurt Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag de nieuwe maan spread doen in vissen. We gaan eerst kijken in uw algemene energie. We gaan zien wat er daaruit komt en dan gaan we er verder op ingaan met de tarotkaarten. Dus we gaan even kijken wat er naar voren mag komen voor de algemene energie met de nieuwe maan in vissen. Het is een supermaan die heel dicht bij de aarde staat. Dus het gaan zeer krachtige energieën zijn. Die emoties gaan heel hoog oplopen. De angsten gaan heel snel naar boven komen. We hebben ook een stellium in vissen waarvan de zon, de maan, Neptunus, Venus ook in het sterrenbeeld vissen staat. Waarvan binnen een paar weken Saturnus er gaat bijkomen. Dus er gaat uiteindelijk een nieuwe 3-jaren cyclus geactiveerd worden. Dus let wel natuurlijk op. De eigenschappen van vissen gaan heel sterk naar voren komen. Dus probeer geen vluchtgedrag te hebben naar verslavingen. Een illusie terechtkomen. In een fantasiewereld beginnen leven. Dus probeer echt wel geaard te zijn. We zitten nu natuurlijk wel in een zeer goede energie. En een krachtige energie. Om te manifesteren. Om dingen waar te maken. Maar let op met het dromerige, want er staat veel te veel in vissen, waardoor dat je gaat beginnen dromen, gaat beginnen fantaseren en je komt dan in een illusie terecht en het komt dan allemaal niet uit. Maar aangezien dat Saturnus er gaat bijkomen, kan dat u wel een beetje doen afremmen, waardoor dat je uiteindelijk wel wat geaard gaat zijn. Dus probeer wel in balans te blijven met het dromerige, het gevoelige, het emotionele, met Saturnus die er gaat bijkomen om toch wel wat geaard te zijn. Dus probeer ook wel uw intenties ergens neer te zetten. Je moogt dromen, je moogt groot dromen, maar blijf wel met de voetjes op de grond, want we zitten nu wel in de vissenseizoen en dan kan het wel een keer een moeilijke gaan worden eigenlijk. Maar we gaan eerst een keer kijken in de algemene energie en we gaan zien wat dat er daar mag uitkomen. Voilà, heel mooi. We hebben hier, er wacht een nieuw begin, nieuwe maan. We hebben vandaag een nieuwe maan. Ik dacht dat het rond 7:55 was deze morgen. Ja, het gaat zoiets zijn. Ik weet niet uit mijn hoofd. Dus er wacht uiteindelijk wel een volledig nieuw begin. Dus er gaan echt wel oude cyclussen gaan volledig afgesloten worden. Mochten er mensen zijn die hun toxische energie, hun manipulatieve energie op u hebben geprojecteerd, probeer dit ook los te laten. Dit zijn eigenlijk oude cyclussen die tot een eind mogen gebracht worden. Want de energie van de nieuwe maan in vissen gaat ons ook een duwtje geven om uit ons comfortzone te komen, om dan uiteindelijk alles af te sluiten wat dan niet meer dient, wat dan niet meer past bij u. Vandaar dat er hier uiteindelijk een algemene boodschap ligt met er wacht een nieuw begin met de nieuwe maan. Dus er ligt sowieso een nieuw begin, maar ik heb wel het gevoel dat er hier toch wel eerst een einde gaat moeten komen aan een het zal een pijnlijke einde zijn die eerst gaat moeten afgesloten worden van oude patronen die mogen doorbroken worden, zodat uiteindelijk het nieuwe kan binnenkomen. Verwacht wel nog steeds healing energie in de lucht, dus dit is wel nog iets dat nog naar voren gaat kunnen komen, maar uiteindelijk kunt je dit ook allemaal behelpen door te zingen, te dansen. Draag zeker zorg voor je lichaam, voor je huid. Het is zeker een mooie tijd om dit te doen. Natuurlijk niet alleen maar de buitenkant. Probeer ook zeker de binnenkant mee te pakken. Detoxen van dingen dan totaal niet meer bij u passen. En dan als ik hier kijk onderaan op het dek met de zuidelijke knoop, wordt er wel gevraagd van laat het verleden u niet tegenhouden. Dus probeer eigenlijk de lessen mee te nemen. Wat je hebt geleerd in het verleden, neem die mee in het nieuwe begin.
zodat uiteindelijk alles veel gemakkelijker kan belopen eigenlijk. Maar we gaan even kijken wat er mag uitkomen in de tarotkaarten. Zien welke boodschappen dat het collectief mag ontvangen. Het kan zijn, voor sommigen onder jullie ligt er hier een volledig nieuw begin op gebied van iets dat lange termijn is. Iets dat materieel is, lange termijn, relatie, geld die naar je toe kan komen, een onderneming die gezond is, waarvan er financiën naar boven kunnen worden getrokken, iemand leren kennen, waardoor dat je een lange, vaste, stabiele relatie kunt aangaan. Dus ik heb wel het gevoel dat er hier een volledig nieuw begin ligt op gebied dat iets dat lang, vast en stabiel staat. Stabiel gaat zijn. Iets dat voor de lange termijn is. Velen onder jullie hebben al heel veel dingen losgelaten. Het kan zijn dat je er nog mee bezig bent. Het heeft natuurlijk heel veel moeite gekost, omdat het ego wou het eigenlijk niet. Het ego wou eigenlijk blijven waar je op dat moment toen was. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat je uiteindelijk het rugzakje die je nog meedraagt, ga je uiteindelijk loslaten. Dus je gaat uiteindelijk bewust worden van de nieuwe maan in vissen. Ga je bewust worden en ga je het gevoel hebben van kijk, ik ben daarin ontgroeid. Het resoneert niet meer met mij. Het vervult mij niet meer. En ik heb wel het gevoel dat je daar uiteindelijk gaat van wegstappen. Je ego gaat het wel nog even moeilijk maken. En ga je nog wat stressmomenten geven. En ga je nog wel een beetje doen piekeren. En angstig doen maken. Zo van, wil ik wel dat nieuw begin? Wil ik eigenlijk wel wegstappen van hetgeen waar ik eigenlijk ben ontgroeid? Dat is wat dat uw ego op dit moment wel zou kunnen doen. Voor anderen onder jullie kan het zijn dat je in een lange, vaste, stabiele connectie zit, verbinding zit, waardoor dat je het gevoel hebt van, wij zijn ontgroeid van elkaar. Ik sta boven hem of boven haar en het resoneert niet meer. Dus het kan ook zijn dat je daardoor aan het piekeren bent, dat je daardoor angstig bent, dat je daar stressmomenten van hebt, negatief denken, omdat je niet goed meer weet, omdat je met je partner niet meer op dezelfde golflengte zit. Eén van de twee vibreert veel hoger dan de ander. Dus je kunt dat eigenlijk vergelijken dat jij veel verder wilt en je partner blijft alles maar staan. Wil altijd het oude vertrouwen blijven bewandelen, terwijl dat jij gaat voelen van nee, ik wil vooruit, ik wil dit, ik wil dat. Dus het gaat niet voor iedereen zijn, voor de singles onder jullie gaat het eigenlijk meer het gevoel zijn van ik wil een ander pad bewandelen. Het resoneert niet meer bij mij. Het vervult mij niet meer. En ik ga het emotioneel achter mij laten. Ik ga mijn rugzak volledig leeg laten lopen. En ik zie wel welk pad ik uiteindelijk mag bewandelen. Want uiteindelijk is er iets wat je het objectief gaat bekijken. Er is iets van waarheid die je op een gegeven moment gaat ontvangen eigenlijk, waardoor dat je knopen gaat beginnen doorhakken. Maar op dit moment gaat er wel nog heel veel nagedacht worden om welke knopen die er gaan mogen doorgehakt worden. Maar we gaan clarifyen en we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Ik heb wel het gevoel, voor singles onder jullie ligt er wel een lange, vaste, stabiele relatie op lange termijn. En dit is iets wat je samen met de andere persoon gaat in samenwerken. Dit is iets wat je samen met de andere persoon gaat creëren. Je gaat dat niet alleen doen, je gaat dat samen doen. En dat gaat van stabiliteit geven. Werkzekerheid, geldzekerheid, op gebied van de liefdezekerheid en emotionele vervullingen. Dus ik heb heel sterk het gevoel, voor de mensen die nog in een connectie zitten of voor de singles, er gaat hier weggestapt worden. Jullie gaan wegstappen naar uw emotionele vervullingen. Voor de anderen ben je niet op zoek naar de liefde, dan is dat gewoon geld. Dan is dat gewoon geld die je van stabiliteit gaat bieden, geld die naar je toe gaat komen. En dit is uiteindelijk een emotionele vervulling, zodat je met dat geld die naar je toe komt, je stabiliteit kunt gaan opbouwen.
Er is hier een kaart gedraaid. Ja, dit gaat ze op een heel enthousiaste manier doen. Je gaat uiteindelijk actie ondernemen. Je gaat die vuurenergie toepassen in je leven, waardoor dat het... Ja, waardoor dat het op een heel enthousiaste en vurige manier gaat doorhebben van... Ik wil mijn emotionele vervulling aan. Ja, maar het kan zijn dat uw ego, uw mind, uw verstand u wel nog een beetje het gevoel gaat geven van vastzitten, nog een beetje mallenmolen, negatief denken, overuren maken, vastzitten, niet vooruit te komen. Maar dat is dan nog een keer het dubbel bewijs dat je ergens wel weet van ik ben ontgroeid, ik blijf vaststaan, ik raak niet vooruit, wat moet ik eigenlijk doen? En daardoor gaat het beginnen mallenmolen en gaat het uiteindelijk naar je hart luisteren, naar je gevoel luisteren en gaat uiteindelijk zoiets hebben van ik ben ontgroeid, het resoneert niet meer, ik wil naar mijn emotionele vervullingen, waardoor dat je uiteindelijk het verleden achter u gaat laten, waardoor dat je het objectief gaat bekijken door heel veel na te denken, door inzichten die je gaat krijgen, door het spiritueel wakker worden dat er gaat gebeuren, waardoor dat je knopen gaat doorhakken om uiteindelijk een ander pad te bewandelen naar je emotionele vervullingen eigenlijk. Want er ligt hier een nieuw begin. Dat is wel te veel natuurlijk. We gaan een keer verder kijken. Ja. Inderdaad, terugkerende boodschap. Ik heb het gevoel, er wordt eigenlijk wel gevraagd om in balans te blijven. Zeker met je hoofd en met je gevoel. Zeker in balans te blijven. Er is iets van waarheid die naar boven gaat komen. Jij gaat de waarheid zien. Het kan zijn, sommigen onder jullie, hoeft natuurlijk niet iedereen te zijn. Er is hier een gevoel, energie van door de donkerste nacht van de ziel aan het gaan. Het is een heel heftige, moeilijke tijd. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat je uiteindelijk fysiek gaat wegstappen. Er is iets van waarheid die je gaat zien, die je gaat bemerken, opmerken, objectief gaat bekijken. En dit is wat je eigenlijk knopen gaat doorhakken om naar je emotionele vervullingen te gaan. Dat kan natuurlijk gaan over een persoon. Gaat voor iedereen verschillend zijn. Het is een collectieve reading. Maar het kan zijn dat je een luchtteken achter je gaat laten. Het kan misschien ook een vuurteken zijn of een aardeteken zijn. Maar er is iets van de waarheid die jij gaat zien. De waarheid komt eigenlijk naar boven, maar er liggen daar wel nog wat zorgen in. Het gevoel hebben van ik raak niet verder, ik blijf stilstaan, ik pieker, ik heb angsten, ik heb stressmomenten, mallenmolen. En dit is wat dat eigenlijk u het gevoel geeft of u daarvan in wakker schudt. Zo van, ja, maar ja, dat is eigenlijk mijn leven niet. Zo wil ik eigenlijk niet verder leven. En dit is iets wat je uiteindelijk volledig achter u gaat laten, waardoor dat er hier een volledig nieuw begin plaats heeft. Ik heb het gevoel dat dit wel misschien vanaf maart al zou kunnen plaatsvinden. Nu natuurlijk, iedereen doet dit natuurlijk op eigen tempo. Maar er liggen hier wel terugkerende boodschappen. Want er ligt hier wel heel veel stress, angsten, piekeringen. Slapeloze nachten, moeilijk in slaap geraakt. Dus ik heb wel het gevoel, door de nieuwe maan in vissen, dan die angsten meer naar boven gaan komen. En dit is iets wat je gaat uiteindelijk gaat doorkijken, doorvoelen. En daar gaat je de waarheid in zien. En daar gaat je uiteindelijk beseffen van, oké, ik wil naar mijn emotionele vervullingen. Want nu blijf ik vastzitten. Nu denk ik te veel na. Ik ben overuren aan het maken. Ik ga niet vooruit, maar het is ongegrond. Want jij kunt eigenlijk gaan en staan wat je wilt. Het is je mind die je even een moeilijk moment geeft. We gaan een keer verder kijken.
kan zijn dat het een bepaalde persoon is die je achter u gaat laten. Tweeling, weegschaal, waterman, boogschutter. Het zijn die energieën. Hè? Dus we gaan even kijken. Saturnus. Ja, ik heb heel sterk het gevoel dat dit een cyclus is die eigenlijk al kon afgesloten worden eind december, januari, want we hebben hier de duivelenergie, steenbokenergie. En dit is iets wat dat uiteindelijk, dat gaat eigenlijk over narcistische energieën, manipulatie, verslavingen, seks, drugs, alcohol, medicijnen, jaloezie, verstrikte gedachten, beperkingen, patronen die moeten doorbroken worden, eigen schaduwkanten te doorzien. Eigenlijk, en eens je dit gaat kunnen, ligt er hier wel uiteindelijk een einde. Een einde van de cyclus. En dit is een cyclus die toch eigenlijk al een tijdje meespeelt in je leven eigenlijk. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat het is zeer moeilijk, het is zeer pijnlijk. Zeker met de 9 van zwaarden en de 10 van zwaarden en met de duivelenergie erbij. Dit is iets wat dat heel moeilijk is, heel zwaar is. Dus die angsten gaan voor sommige mensen enorm naar boven komen. Maar dit is omdat je het moet doorvoelen. Daardoor gaat je de waarheid in jezelf zien. Daardoor ga je merken van, het past niet meer bij mij, het resoneert niet meer bij mij. En ik wil naar mijn emotionele vervulling. Dus ik heb wel het gevoel dat je eerst door de donkerste nacht van de ziel gaat gaan. Een eerst volledige moeilijke tijd gaat doormaken. Om dan uiteindelijk eruit te komen. Spiritueel wakker te worden. Om dan uiteindelijk naar je emotionele vervullingen te gaan. Want nu is er disbalans. Je bent niet in balans. Het is een pijnlijke cyclus. Ik heb het gevoel dat hier een en al manipulatie rond ligt. Niet eerlijk. Mensen die jaloers zijn, die nu met alles bij betrekken in drama. En dit is iets wat dat uiteindelijk mag uitgezuiverd worden, tot een eind mag komen. Want die negativiteit hoeft niet alleen maar van u te zijn. Dat kan van energieën zijn rondom u. En dit is iets wat dat u van stagnatie brengt. Niet vooruit kunnen geraken. Het om een duur niet meer weten eigenlijk. Vandaar dat er wordt gevraagd om uw energie, om uw aura, eigenlijk te beschermen. Het kan zijn dat er ook derde partijen, ja, zeker derde partijen, plaatsvindt. Dat kan natuurlijk ook op het werk zijn, dat het niet altijd even eerlijk gebeurt. Maar dit kan eigenlijk ook gewoon simpelweg in de vriendenkring zijn. Dat het uiteindelijk niet eerlijk gebeurt. Maar ik zie daar wel een einde in. Dus er komt sowieso daar een einde in. Dus het is een cyclus. Het zijn die patronen die eigenlijk mogen doorbroken worden. Het is een rode draad. En dit gaat je uiteindelijk doorbreken. Je gaat je zwaard bovenhalen en gaat korte metten meemaken. Je gaat zeggen, genoeg is genoeg. Maar eerst gaat er hier wel door de donkerste nacht van de ziel gegaan worden. Waardoor dat er uiteindelijk een keuze ligt. Er gaan keuzes gemaakt worden op lange termijn. Het kan een persoon zijn, kunnen personen zijn. Maar dit kunnen natuurlijk ook trauma's en angsten zijn vanuit het verleden. Van wat er u is aangedaan, dat je die trauma, die angst hebt meegenomen. En dit is wat dat eigenlijk mag uitgezuiverd worden. Want dit belemmert u van uw emotionele vervullingen. Vandaar dat Saturnus ook in vissen gaat komen binnen een paar weken. Dus het gaat wel het gaat een ritje worden. Je gaat uiteindelijk moeten afgaan op je gevoel.
En je gaat toch wel dat stukje moeten healen eigenlijk. Dus eens, mocht je in een energie zitten van hetgeen wat ik hier allemaal heb benoemd, heb ik wel het gevoel dat je dit tot een eind gaat brengen. Sowieso, er komt een eind. Want uiteindelijk ga jij een keus maken. En die keus ga jij maken via je gevoel, via je intuïtie, via je emoties. Maar je gaat ook wel voelen van, kijk, ik ga een keus maken op lange termijn, wat dat voor mij gelukkig gaat maken, wat dat voor mij een emotionele vervulling is. Maar toch ga je ook intussen ga je ook het gevoel hebben van, oké, maar nu moet ik wel dat stukje healen, want ik heb een hele grote cyclus moeten afsluiten. Het heeft mij heel veel pijn gedaan. Het is een hele moeilijke geweest. En daar moet ik wel even van bekomen. Dus ik heb wel het gevoel dat je me-time voor jezelf gaat inlassen, waardoor dat je alles op een rijtje gaat zetten, waardoor dat je uiteindelijk de waarheid in jezelf gaat zien, waardoor dat je gaat weten van, kijk, ik moet met bepaalde mensen misschien breken, of ik moet bepaalde patronen in mijn leven doorbreken. Dus neem wat dat resoneert natuurlijk. Ga niet voor iedereen passen, maar er liggen hier twee kaarten van de einde, waardoor dat er hier uiteindelijk een volledig nieuw begin plaats ligt eigenlijk. Maar het is nog net die laatste kleine restjes nog, want vissen is het laatste dierenriemteken van de astrologie, waardoor dat ram het eerste dieren teken is. Dus ik heb wel het gevoel dat we alles nog van de 3D, van de vissentijdperk, dat we nu alles nog allemaal aan het uitzuiveren zijn. Het gaat eruit geperst worden, heb ik het gevoel. En het gaat wel een gevoel geven van shit, ik moet hier uit mijn comfortzone komen. Dus dat gaat er wel heel heftig voelen. We hebben hier twee keer een volle maan. Dus ik heb wel het gevoel dat dit al aan de hang is van volle maan in leeuw. Of dit gaat plaatsvinden bij de volgende volle maan natuurlijk. Maar er komt sowieso een einde. Zeker gaat me-time voor jezelf nemen. En uiteindelijk gaat je voelen naar je eigen gevoel. En gaat je uiteindelijk weten van, oké, dit is wat ik ga moeten doen. En ik heb wel het gevoel dat je dan ook uiteindelijk actie gaat ondernemen om uiteindelijk naar je emotionele vervullingen te gaan. Nee, wat dat resoneert, dat kan een persoon zijn. Dat kunnen patronen zijn vanuit je jeugd, vanuit het verleden. Laat de rest liggen, mocht het echt niet resoneren. Dan ga ik je kijken welke liefdesboodschap je mocht ontvangen. Receptive. Be ready to receive what your fate has planned for you. Exactly. Inderdaad. Maar je gaat eerst een bepaalde cyclus, een pijnlijke cyclus, een harde cyclus, wat er u is aangedaan of van een bepaalde patroon die je eerst gaat moeten doorbreken. Want als je uiteindelijk een keer goed kijkt naar die kaarten, hè, zij kunnen losbreken van deze ketting. Zij hangen uiteindelijk niet echt volledig vast hoor. Dus jij kunt eigenlijk alles losbreken en je kunt uiteindelijk alles tot een eind brengen om dan volledig die nieuw begin te bewandelen. Ik was mijn woord aan het zoeken. Zo, ik hoop dat deze reading toch duidelijkheid heeft gebracht. Dat je toch antwoorden hebt mogen vinden. Dank je wel voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye!